Fakka, neven, welkom bij een nieuwe aflevering van Neverending Glory V1. We doen het maar één keer, want het is V1. Het is niet V2, V2, het is V1. Waarom? Waarom precies? We hebben het in de vorige aflevering al eventjes besproken. Ik heb zin om aanvallend te voetballen op FIFA. Heel erg aanvallend te voetballen op FIFA. En dat doe je niet met het account van V2. Dat doe je met de best mogelijke capaciteiten. Dat gaan we doen op het V1-account. Waarom heb ik die beslissing gemaakt? Eventjes heel kort. Ik denk dat wij het doel van Neverending Glory V2 wel hebben laten zien door binnen een korte periode een heel goed team te bouwen. Natuurlijk hebben wij geluk gehad met de spelers die EA heeft gereleased. Een aantal objective spelers, een aantal makkelijk te verkrijgen spelers. Icon swaps, Sar, die was uiteindelijk best wel makkelijk te doen, die SPC. En dat team is nu bij elkaar aan verhandelbare spelers 500.000 waard. En als je dan ook nog alle untradables een waarde zou moeten geven. Natuurlijk, Overmars heeft een waarde van 750.000. Maar Bellerabi is untradable. Al zou je die op de markt kopen, denk ik dat hij rond de 150.000 gaat zijn. Paqueta gaat rond de 50.000 zijn. Torpi zou ongeveer 80.000. Het is lastig om er een waarde aan te hangen, maar als je dat toch doet, gaat het account al dik over de miljoen heen. Met het aantal spelers dat wat waard is. Echt, echt heel dik. En ja, of je nou met een account van 1 miljoen speelt of een account van 10 miljoen speelt, ik denk dat daar niet heel veel verschil in zit. Ik denk het oprecht niet. We hebben het al vaker behandeld, we hebben het vaker verteld. Mijn grote vriend Frank Slotta had in zijn video gezegd dat hij denkt dat zijn team echt heel veel bijdroeg. Ik heb hem al erop gewezen, dat is niet zo. Dat is niet zo. Tuurlijk, een team van 10.000 en een team van 200.000, daar zit heel veel verschil in. Dat klopt. Het is ook 20 keer zo duur. Maar wil je dan weer een team hebben dat 20 keer zo duur is, dan ga je van 200.000 naar 4 miljoen. En ja, dat Oké. Die stappen die worden steeds kleiner. En op een gegeven moment ga je betalen voor luxe spelers. We hadden het al aangehaakt, jullie hebben het gezien. Ik heb natuurlijk onze grote vriend, de dokter. Die ik heb gekocht voor 2,6 miljoen. Die is nu 2 miljoen waard. Maar dat is logisch, want wij beschouwen hem als untradable. We gaan hem niet verkopen, we gaan hem houden. En het is een fantastische kaart. Het is echt, echt, echt een fantastische kaart. Maar als Paqueta 100.000 zou zijn, we hadden hem net lager geschat. Maar als Paqueta op de markt 100.000 zou zijn en zo tussen die 2 miljoen, is dat dus 20 keer duurder. Is hij ook 20 keer beter? Nee. Nee, het stopt gewoon op een gegeven moment. En ik ben dit account meer gaan waarderen. Ik ben ook tegen dit account anders aan gaan kijken. En dat komt eigenlijk omdat je pas merkt hoe weinig je aan spelers hebt als je ze niet gebruikt. Ik heb een nieuw account aangemaakt. Ik heb daar nu al spelers op die ik daar untradable heb. Die Maria, waarvan ik denk, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Nee. En dan keek ik naar dit account en denk ik, godverdomme zeg, het is een partijtje stacked. Er zit een partijtje veel spelers in die ik niet gebruik. Nutteloze kaarten, daar moeten we vanaf, daar moeten we vanaf. En misschien ben ik te veel aan het hamsteren met mijn club, met deze club. Gebruik ik te veel spelers of ik denk, ja, maar een tradable speler is altijd wel handig hoor. Als er nog een keertje een icon swaps komt. Maar er komt nog maar één set van icon swaps en is het klaar. Dan heb je helemaal niks meer aan al deze spelers. Dus we moeten iets meer lol ermee gaan hebben. En dat heb ik wel echt ingezien door dat andere account. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja, een blauw duimpje top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Wij gaan vandaag de partyback SBC doen op dit account. Een kleine clubtour. En ik wil een nieuw team maken. Dus de video gaat lang duren. We hebben veel content. FIFA heeft het gisteren en vanochtend niet gedaan. EA had getweet dat zij gededost zijn. Voor de mensen die niet heel technisch zijn, zoals ik, maar ik snap het wel een beetje. Als je een DDoS aanval op een bedrijf, partij, persoon, server, router, iets technisch doet, dan stuur je heel veel verzoeken naar die servers. Elk verzoek van aanmelden, iemand die aanmeldt op FIFA, er wordt een verzoek van verzonden naar de server. Dan kan je bijvoorbeeld met nep-accounts, met gehackt iets, 2 miljoen aanvragen tegelijk doen. En dat kunnen die servers niet aan en dan crashen ze. En dat was dus bij EA het geval. We hadden technische mensen. Ik heb het niet helemaal goed uitgelegd, maar het moet een beetje in Jip en Janneke taal, dus hopelijk vergeven jullie mij dat. Dat is natuurlijk vervelend. Dat is iets wat veel partijen kan gebeuren. Dat gebeurt soms ook wel eens bij grote banken. Volgens mij is het bij scholen wel eens gebeurd. Ja, dat is dus heel vervelend. Dus daar kan EA vast wel wat aan doen. Maar ik snap wel dat dat redelijk lastig voor ze op te lossen is. Niet dat ik dat nu goed praat, want ik heb gisteren ook niet kunnen spelen, maar dat is wat aan de hand is. Ik hoop dat het stabiel blijft. Ik hoop niet dat ze die hackersgroep, als het een hackersgroep is,
dit constant blijft doen gedurende het weekend en de Weekend League en alles. En ik hoop ook dat EA een beetje goed gezind is. Compenseren, dat hoeven ze natuurlijk niet te doen. Maar als er nou iets leuks uitkomt vrijdag, dan zou dat helemaal niet verkeerd zijn, hè, lieve mens. Nee, precies. Dit is onze club. Een aantal kaarten hoef ik niet meer. Sergio Ramos, 170 wedstrijden gebruikt, hoef ik eigenlijk niet meer. En dat komt omdat ik zijn rechtsachterkaart wil doen. Die heb ik gebruikt op Vettel. Het Vettel-ding waar vandaag de finale van online is gekomen op FC Rulli. Ga het kijken als je het nog niet hebt gedaan. Maar ik gebruik daar Ramos op en ik vind die Ramos zo goed. Je merkt zo erg dat die sprintspeed die extra heeft. En ook volgens mij heeft hij veel meer agility en dribblingstats heeft hij veel hoger. Dat dat echt een heel erg groot verschil is hoor. Dat merk je wel, dat merk je wel. En die moet ik hebben, die moet ik hebben. Dat verschil is het wel waard. Vrij zeker. Wij hebben Nesta natuurlijk, een tradable uit de AIK en SPC. Die hebben we nu één Weekend League gebruikt, of 30 wedstrijden. Ja, hij is prima voor ja, tuurlijk, er zijn veel betere opties, maar die hoef ik in principe nu niet weg te doen. Want het is altijd wel fijn om een Icon centerback te hebben. Gerrard hebben we al 735 wedstrijden mee gespeeld. Die gaat ook gewoon in ons niemand toe komen. Want Gerrard for life, you fucking watch Steven. Sanchez, die hebben we natuurlijk voor de waarde van de Sar, die is top. Son, zo'n speler waar ik 390 wedstrijden mee heb gebruikt. Die gebruik ik nu nooit meer. En het zal vast nog een hele goede speler zijn en bij heel veel mensen in het team komen. Maar ik denk dat ik de laatste 10 wedstrijden met hem verspreid over de laatste 3 maanden heb gespeeld. Wij zouden hem gewoon kunnen inleveren, maar de enige reden dat ik hem hou is een soort sentimentele waarde en dat hoeft niet meer. Marcelo wil ik als super sub gaan gebruiken, want ik wil natuurlijk gaan spelen met aanvallende backs. Oh, Marcelo! Op de bank hebben is dan heel erg lekker. Mahrez maakt ook nog wel af en toe zijn wedstrijdje, pikt die mee. Dus die hoef ik ook niet in te leveren. Saúl, headliner kaart. Misschien gaan ze hem nog upgraden, misschien niet. Kunnen we misschien ook maar weer beter gaan inleveren. Ilicic kan ingeleverd worden. Lukaku natuurlijk niet, die moeten we houden. Barella ook. Osimhen, ook zo'n kaart die ik een weekend heb gebruikt. En heeft hij het best oké gedaan. En ik denk nu vooral elke keer, oh ja, die moet ik bewaren voor de first owner objectives van de League 1. Dat is nog maar één keer. Dat kan je ook met andere kaarten halen. Als er een goede SPC komt, moeten we hem gewoon gaan inleveren. Eriksen kan ingeleverd worden. Lloris, David Silva kunnen ingeleverd worden. Politano heb ik heel veel gebruikt. Is een interspeler, wil ik eigenlijk houden. Havertz hebben we gedaan met Futmes. Bleek niet een hele goede deal te zijn voor ons. Want die hebben we niet heel lang gebruikt. En hij heeft heel snel betere kaarten gekregen. Dus dat was best wel een beetje jammer. Helaas. Kan ingeleverd worden. Perisic kan ingeleverd worden. Aouar moet ik eigenlijk nog wel houden. Sola. Een Icon. Ja, vind ik ook altijd zonde om in te leveren. En Supersub maakt hij nog wel wedstrijden mee. Sancho kan ingeleverd worden. Ook alleen voor first own objectives die we hem gaan gebruiken. Donnarumma. Wil ik nog wel een keer een kans geven. Wil ik nog wel een keer een kans geven in een Serie A team of zo. Navas kan ingeleverd worden. En Didi schijnt goed te zijn. En in de rol die ik voor ogen heb met mijn team. Dus 4-1-2-1-2. Iemand die tussen die twee centrale verdedigers zakt. Zou hij daar heel goed in passen. Dus die wil ik ook een kans gaan geven binnenkort in de Weekend League. Romagnoli wil ik eigenlijk houden. De Ligt kunnen we inleveren. Alex Telles heeft ons heel trouw gediend voor bijna 200 wedstrijden. Maar kan er ingeleverd worden. Owen kan. Nou, eigenlijk wil ik Icon wil ik ook houden. Vrana kunnen we nog gebruiken. Inleveren. Ja. Fuck sentimentele waarde. Orsic is super sub. Die leveren we niet in. Inleveren. Dan gaan we naar de 85. Daar snap ik ook heel veel van. Inleveren. Snappen jullie wat ik bedoel? De club is stacked, redelijk stacked met untradable kaarten waar ik niks aan heb. En elke keer denk ik, oh, dat is handig, want die kan ik dan gebruiken bij de first owner objectives. Maar die gaan er niet veel meer komen. Dus waarom? Waarom, hè? Waarom zou ik dat doen? Waarom zou je dat doen? We kunnen hier dit team voor inleveren. We hadden net besproken. Kostic, Havertz, Paulsen heb ik volgens mij. Untradable, ja. Eriksen, Bergosso, Frenkie, Mata. We leveren het in. Er zitten maar een aantal spelers bij die we misschien zouden missen. En zelfs dat denk ik niet. En dan hebben we de Fit Party Bag. Waar ook een Fit Birthday speler in kan zitten. Je hebt dan Fit Birthday, Shapeshifters en Future Stars. Oh my god, Shapeshifters. Als we weer Nandes krijgen, word ik helemaal tantoe lijp in mijn hoofd, broer. Het is een bordenspeler. Het is een Fit Birthday. Het is een Fit Birthday. Nee, Sar. Hey, Sarretje van Watford. Dit is helemaal geen verkeerde pool, volgens mij, uit deze SBC.
We hebben nog een soort van een rechtsbuiten nodig. En ik denk dat dit een dub is. Chat. Is dit een dub of een L? Chat. Zeg het met chat. Heel rap. 4 ster. 3 ster. Ja. Hij is best wel lang. Dribbling is eigenlijk heel goed. Shooting vind ik ook heel goed. Met name die shot power. Zijn pace, ja, hoef je niks meer aan doen. Zijn passing is ook heel goed. Dit is wel eventjes een hele lekkere kaart. Hij is ongeveer 300k. En die SPC, die... ja, wij hebben hem gratis gedaan. Maar jullie weten dat ik daar niet zo over denk. Want stel, wij hadden deze SPC niet ingeleverd. Hadden we die bij Ramos kunnen inleveren. De partyback is 220k. En we hebben deze kaart eruit gekregen van 300k. Dus in dat opzicht het had veel slechter gekund. En het had ook beter gekund. Maar ik ben hier helemaal niet ontevreden over. Sar, jij kan zelfs in het team gaan staan. Als we dat niet gaan aanpassen. Als. Want ik denk wel dat we dat gaan aanpassen. Ik denk dat wel. De volgende SPC die we dus willen doen. Players is die Ramos. En we hebben net al gekeken naar de stats van die andere kaart. Die we hadden. Hij is veel sneller. Zijn dribbling is echt aanzienlijk veel hoger. Zijn defending is top. Zijn physical. Zijn stamina is hetzelfde. Volgens mij is zijn physical niet eens heel veel verschillend. Zijn shooting is hoger. Maar dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. En zijn passing is ook wel denderend. Hij heeft nog steeds hoog medium. Maar dat maakt niet uit. Want dat heeft die andere kaart ook. Het is vooral die pace. Die echt een verschil maakt samen met die dribbling. Ik kan hem hier wel oppoelen. Die Ramos. Om hem te vergelijken. Hij heeft 14 pace meer deze kaart. Dat is gewoon alsof je er een schaduwkaartje op gooit. En dan nog een schaduwkaartje erop kan gooien. Hij heeft 5 dribbling meer. Zijn agility is 5 omhoog. Zijn balance is 5 omhoog. Reaction 6 omhoog. Balcontrol 6 omhoog. Dribbling 4 omhoog. Composure 6 omhoog. Defending is hetzelfde volgens mij. Dat is exact hetzelfde. Zijn physical is exact hetzelfde. Zijn passing is van deze kaart beter. Shooting is van deze 12 beter. En die pace dus. Ja, gaat het verschil zijn? Die inform die we hebben, die is 340k waard. Deze is op dit moment 867.000 waard. En dat komt omdat je een aantal goede teams ervoor in moet leveren. Nou kunnen we die waarde best wel omlaag halen. Ik denk bijvoorbeeld al 100k door die andere Ramos te halen. Ja, misschien moeten we even wachten tot de Icon SPC af is. Dat die dan goedkoper is. Dat we dan kunnen doen. Het team waarmee ik dit weekend wil gaan spelen. We gaan een nieuwe selectie aanmaken. En dan gaan we eventjes doorheen. Ik ben er zelf nog niet 100% helemaal over uit. Ik heb een aantal ideetjes. Team. En dit is leuk. Dit is gewoon een squad builder. Een lekkere ouderwetse squad builder. De video duurt volgens mij iets van 12 minuten. Nou, hou je maar vast. Want die gaat nog een stukje langer duren. Mijn haar ziet er echt niet uit. Sorry. Niet dat het jullie boeit. Maar alsnog, sorry. Robertson wil ik op links achter zetten. Ik heb hem niet heel vaak naar voren laten komen. Je ziet de 364 wedstrijden, maar 8 assists. Volgens mij met Ferland Mendy op dat andere account in 1/20ste van die wedstrijden, 1/5ste van die wedstrijden, in 60 wedstrijden. Al 2 keer zoveel assists. Aanvallend gezien is zijn technical position heel goed. Zijn finishing is alleen laag, maar zijn pace is goed. Zijn passing is perfect. Zijn dribbling is heel goed. De defending is heel goed. En 99 stamina is wat je wil hebben op die aanvallende bigs. Dat is zeker wat je daar op wil hebben. Hoog. Hij moet een genot zijn om te hebben als aanvallende man. Ja? Dat denk ik dus zeker wel. Dan hebben we op rechtsachter in de club niet zo heel veel zitten. Nee. Dan heb ik daar een aantal suggesties voor. Eentje. Dat weet je natuurlijk al. Dus de hoogste rated rechtsachter van de game volgens mij. Volgens mij hoger dan Capita. Het kan ook zijn dat Capita 95 is. Alexander Arnold. Een beetje vergelijkbaar met Trent. Hij heeft alleen hoog medium in plaats van hoog. Stamina. Aanvallend gezien ook een genot. Alleen heb ik hem op mijn andere account. En hij voelt een beetje stijvig aan. En dat komt omdat hij ook maar 3 ster heeft. 3 ster, 4 ster. Ja, je moet toch ook een beetje skillmoes hebben. De Robertson heeft dat niet, hè? Nee, Robertson heeft dat niet. Dan gaan we naar Carlos Alberto, die is 94 jaar. Naar deze kaart, Zambrotta. 4 ster, 5 ster. 5 ster weak foot, erg aangenaam. Shooting is erg goed. Finishing een stuk beter dan Robertson. Pace is goed. Passing is heel goed. Dribbling voldoende, ruim voldoende. Ik ben Klosterman daar gewend. Dus Zambrotta zal een genot zijn. Defending is top en physical is ook top. En hij is redelijk lang voor een back. Zijn backs die een stuk
kleiner zijn. Hoog, medium, perfect. Dit is een van de opties rechtsachter. Maar we hebben net gezegd, we willen ook Ramos doen. We willen de Ramos SBC doen. Dus die zou dan ook kunnen komen. Wat je wil hebben als je die Ramos SBC doet, is je wil dan iemand kunnen hebben die op rechtsachter kan. Ik vind het eigenlijk best bizar. Ik heb erover nagedacht. Jullie zien het shirt hier niet hangen. De speler die ik waarschijnlijk het meest waardeer van alle spelers ooit. Ik ga niet in zijn bijzijn zeggen dat het meer is dan ons lieve dokter. Maar ik ben voetbal gaan leren waarderen. Mede door Javier Zanetti als Interfan. Ik moest bijna huilen tijdens een afscheidwedstrijd. Mijn oogjes waren vochtig hoor, ze waren vochtig. Hij kan op rechtsachter, hoog, ook veel stamina. Aanvallend een stuk minder dan Zambrotta. Echter is het wel zo dat je dus met hem die leuke hup barbatru kan doen tussen Zanetti en Ramos. En dan een speler die hier staat. Dan hebben we een speler nodig die daar staat. Een speler die een centerback is en op het middenveld kan staan. Kanté. Een optie. Kan dat zeker. Kondogbia, die we erin gaan zetten. Want die heb ik op een andere account twee wedstrijden gebruikt in de Biabiani-video. En die vind ik een partijtje goed, man. Normaal heeft hij hoog normaal. Dan gaat hij mee naar voren. En nu heeft hij normaal hoog. Dat betekent dat hij terugzakt. En dit is een speler die een golfbreker is. Tussen je twee CV's moet hij staan om alles een beetje op te lossen. Alle aanvallen af te stoten, zoals Alan deed op ons andere account. En ik denk dat Kondogbia dat kan. Dan hebben we natuurlijk nog een aantal andere first owner spelers die eigenlijk wel in die club moeten. Dalglish zit ik over te twijfelen. Dat weet ik oprecht niet. Mensen zouden me vergek verklaren, maar oké. Gerrard. Die kan daar staan. Nesta kan daar nu staan. Omdat we toch wachten tot we Maldini kunnen hebben. Ja, daar zijn we nog eventjes op aan het wachten. Dus Van der Sar zetten we erin. En Nesta zetten we erin. Dan hebben we dus Zanetti op rechtsachter. Ramos op centraal. En Kondogbia op CVM. Gerrard die zetten we er ook in. Want die gaat ook teamgest halen. Dan wil ik eigenlijk ook nog Hazard hier neerzetten. En dan kunnen we Zanetti hier neerzetten. Dan had iedereen teamgeest. En wat moeten we dan doen? We moeten Neymar hier neerzetten. Waarom? Neymar is voor de prijs die je ervoor betaalt. Het is het 600k. De beste speler die je kan krijgen voor dat bedrag op FIFA. Dat is gewoon zo. Ja, kan ik ook niks aan doen. Dat is gewoon zo. Ik blijf hem gebruiken. Met Vettel ook. Nepenthes zei het op een gegeven moment in een video in het potje tegen hem. Ik wisselde Neymar eruit en hij zei, oh, raar dat hij Neymar eruit wisselt. Die vind ik nog gevaarlijker dan zijn Vettel-speler, Team of the Year, Mbappé. En daar had hij misschien ook wel gewoon gelijk in. Wij richten met Neymar meer schade aan dan met Mbappé. En dan heb je nu met deze drie aanvallers Neymar, Socrates, Hazard. Neymar op 10 of Neymar in de spits. Socrates sowieso in de spits. En Hazard op 10 of in de spits. Is best wel een goed aanvallend triootje. Dalglish, ja, die wordt naar de mensen zullen me voor gek verslaan. Verklaren bedoel ik. Dalglish wordt dan super sub. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ja, dan hebben wij een super sub van 2,3 miljoen. Ja. Het is niet anders. En anders gaat een van deze twee weg. Want Socrates willen wij natuurlijk gewoon houden. Haha. Het kan ook dat wij dus Neymar. Nee, ik moet Neymar eigenlijk gewoon hebben. Wat missen we dan nog? Wij missen nog een andere middenvelder. In de 4-2-2. En dit is het lastige, want soms wil ik ook 4-2-3-1 spelen. Soms. Dus we hebben iemand nodig die ook op aanvallend middenvelder kan staan. En toen dacht ik, Conceplayer staat hier ertussen. Toen dacht ik aan hem. Toen dacht ik aan Paul Pogba.
5-ster, 5-ster, hoog medium, kan op center mid staan, want hij heeft de defensive stats. Kan op aanval en middenveld staan, want hij heeft de shooting en de passing en de dribbling en de physical en die 5-ster, 5-ster. En het is misschien wel leuk om hem te gebruiken. Hij heeft zelfs flair, dat flair-icoontje is naar hem ontworpen. Hij heeft een eigen animatiepakket, zo heet dat, net als Neymar. Neymar bijvoorbeeld zijn eigen Rainbow Flick en Pogba heeft ook zijn eigen dingen, omdat hij gewoon altijd super populair is. Ramos zou 500k kosten, plus een tradables. Sanetti is volgens mij 1,5 miljoen. Ja, 1,5 miljoen. Dus dat is dan 2 miljoen. Pogba is 2 miljoen, 4 miljoen, 4,6 miljoen, 4,7 miljoen. We hebben nog zelfs geld over. Dus dat is wat wij kunnen doen. We kunnen natuurlijk ook gewoon Sambrotta hier inzetten in plaats van Ramos. Dan hoeven we Sanetti in dat opzicht ook niet te hebben. Aangezien Sanetti als CVM misschien iets minder goed is. En dan pompen we daar... Ja, wie pompen we daar neer? Wat kunnen we doen? Geen idee. We zouden ook iets anders kunnen doen. Andere spelers die een vernoeming moeten krijgen waar jullie ook uit kunnen kiezen, waar ik over zit te twijfelen, is ons Sebas. Ik ben weer verliefd op hem sinds Vettel met zijn vleespet. We hebben wat shine nodig en als zijn ingeoliede kop op het veld staat, dan gaat het goed. Dan weet je, dat is kaarsje, dat weet je. Frenkie de Jong in plaats van bijvoorbeeld Frenkie de Jong voor Paul Pogba. Ding is wel, hij is fantastisch. Hij is geweldig. Jullie weten hoe ik over deze kaart denk. Maar we hebben hem wel al eens gebruikt. Hij kost evenveel als Pogba. Is echt precies dezelfde prijskategorie. Heeft bijna alle stats beter op shooting na. Defensief een stuk sterker. Heel veel sterker. Beter ook, betere work rates. In de 4-2-2 heb ik hem nog niet een kans gegeven als center mid. Misschien is het zonde om hem als CVM te gebruiken in een 4-2-2, maar het kan wel. Kan ook, hè? Kan ook, hè? Dan hebben we in plaats van Paul Pogba hebben we Frenkie de Jong, die daar staat. En dan hebben we nog een andere kaart nodig, die als center mid of CVM en als CAM in de 4-2-2 en 2 zou moeten kunnen. Ja. Dus dat is hoe ik erover denk op dit moment, jongens. Laat het achter. Willen jullie Sambrotta? Willen jullie Ramos? Willen jullie Trent Alexander-Arnold? Sanetti met Ramos wisselen met Kondogbia? Jullie mogen het bepalen voor deze Weekend League. Laat me berichten achter in de comments via Twitter, via Instagram. Een blauw duimpje zou top zijn. Ik check jullie morgen hopelijk bij de nieuwe aflevering van Never in the Glory. Joejoe!